Wat als het slecht gaat met je bedrijf? Wat kun je dan doen? In deze video hoop ik jou daar een aantal tips voor te kunnen geven. Welkom bij CVD-TV. Stel, het gaat niet goed met je bedrijf. Omzetten lopen terug, klanten willen niet meer komen, energieprijzen zijn niet meer te betalen of wat voor een oorzaak dan ook. Wat kun je dan doen? En de belangrijkste tip waar ik mee wil beginnen is misschien een uitspraak die je wel vaker hebt gehoord, maar die ik vaak zelf ook probeer toe te passen. Dat is, je kan er weinig aan doen wat er om je heen gebeurt. In sommige gevallen is dat, maar in het geval dat het met jouw onderneming slecht gaat. En stel bijvoorbeeld, het zijn de hoge energieprijzen, om maar eens een dwarsstraat te noemen. Ja, daar kun je nou helemaal niks aan doen. Oftewel, je kan weinig doen aan de dingen die gebeuren, maar je kan alles doen aan de manier waarop je daarmee omgaat. Dus de eerste tip is, probeer zo weinig mogelijk energie te stoppen in die dingen waar je niets aan kan doen. Maar probeer al je energie te focussen op die dingen waar je wel invloed kan uitoefenen. En dat ben je zelf. En dat is hoe jij met dingen omgaat, hoe jij acteert op dingen, welke acties jij onderneemt. Nogmaals, als het crisis is, dan kun je niks aan doen. Als de energieprijzen omhoog gaan, dan kun je daar niks aan doen. Als er in één keer geen klanten meer komen, ja, in principe, die klanten, daar kun jij ook niks aan doen. Maar je kan wel kijken van, hey, hoe komt dat dan? En kan ik daar zelf iets aan doen om die situatie te veranderen? De tweede tip, en dat is er eentje uit eigen ervaring, dat is neem geen halve maatregelen. Ik heb een groot bedrijf gehad, een internetbedrijf. En dat ging op een gegeven moment giga slecht. Dat ging bergafwaarts en we kwamen in liquiditeitsproblemen. En het ergste wat er kon gebeuren, gebeurde. We moesten mensen ontslaan. En je mensen, dat is zo'n beetje je familie, die zijn je dierbaar. Dus wij probeerden zo weinig mogelijk mensen te ontslaan. Dus het enige waar wij maar aan dachten was, als we die nou nog, die is wel belangrijk en die kunnen we houden. Oh, dat is zo zielig als we die moeten laten gaan, dus laten we die ook maar houden. En een minimaal aantal ontslagen was het gevolg. Het probleem was dat we 2-3 maanden later wederom tegen dezelfde problematiek opliepen en weer ontslagen moesten doen. Als ik daar nu naar terugkijk, en het klinkt misschien heel hard, had ik eigenlijk op dat allereerste moment al moeten zeggen, weet je, als we echt willen overleven en we willen echt door deze storm heen, dan moeten we nu in plaats van 5 mensen, moeten we misschien wel echt wel 20 mensen ontslaan. Hoe hard dat en hoe keihard dat ook is. Maar dan zijn we wel in één keer zoveel procent van onze arbeidskosten kwijt en kunnen we misschien wel door die storm heen komen. Dus het is heel erg moeilijk dat als het slecht gaat met je bedrijf, om echt zware maatregelen te treffen. Maar probeer dat wel te doen. Dus bekende uitspraak, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat heb ik toen wel ervaren door te lief te zijn en eigenlijk gewoon de pijn niet aan te durven. Hebben we halve maatregelen genomen en uiteindelijk hebben die ons genekt en heeft het ons bedrijf niet verder geholpen. En dat is uiteindelijk waar het je wel om gaat, namelijk de continuïteit van je bedrijf. Dus ben niet bang om drastische maatregelen te nemen als ze genomen moeten worden. De volgende tip, dat is proberen, dat is een hippe term in de start-up wereld, dat noemen ze pivot. Pivoten, dat is dat je je bedrijfsmodel omgooit. En dat is knap lastig, want vaak als het als ondernemer slecht met je gaat, hè, dan heb je misschien zo'n bedrijf al hartstikke lang gerund, is altijd goed gegaan en door marktomstandigheden of door een veranderende markt of door wat voor omstandigheden dan ook, in één keer blijkt het niet meer te werken. En wat is de neiging dan groot om de buitenwereld de schuld te geven en om vast te houden aan datgene waar jij heilig in gelooft. Alleen dat is niet altijd het beste voor de continuïteit van je bedrijf. Dus probeer een pivot te maken. Probeer je businessmodel te veranderen. Als ik terugdenk aan een aantal jaar geleden, toen was er iets van corona, geloof ik, in Nederland. En in mijn beroep, naast dat ik een YouTube-kanaal run, 7D-TV, had ik al gezegd trouwens dat je erop kan abonneren. Dus mocht je nog hangen hier en je vindt het interessant, druk op die abonneerknop en help mij om te groeien in het aantal abonnees, want dat vind ik superleuk. Maar naast 7D-TV ben ik dagvoorzitter. En dus was ik actief in de wereld van congressen. En in een week tijd was mijn agenda leeg. Waren al mijn opdrachten weg voor de rest van het jaar. En dan kun je gaan lopen janken en zeggen van, ja, weet je, ik wil dat er fysieke events worden georganiseerd, want dan heb ik weer werk. Maar ja, dat was nou helemaal niet zo. Dus ik ben gaan nadenken, wat kan ik dan wel doen? En toen ben ik, zeg maar, letterlijk hier in toen nog geen studio een bureautje neer gaan zetten. Ik heb een Zoom-abonnementje genomen, wat toen nog heel bijzonder was. Ik heb een spotje op mijn kop gezet en ik heb gezegd, hey, ik ben de online dagvoorzitter. Dus als jij als bedrijf iets wil organiseren via Zoom of wat voor een ander platform dan ook, dan ben ik degene die dat voor jou kan organiseren. En uiteindelijk heb ik een prima
prima tijd en een prima omzet gedraaid in coronatijd. Want de hele wereld ging over naar online. En ik was er als eerste bij. En ik ging van alle hand online talkshows doen en webinars doen. Dus ik heb uiteindelijk hartstikke veel werk gehad. En datzelfde geldt voor deze studio. Ik nam 7DTV op in een studio in Amsterdam. En die ging dicht. Oftewel, ik kon niet door met 7DTV. Maar dat wilde ik wel. En ik ben op YouTube gaan rondhangen. En ben gaan nadenken van, hey, kan ik niet zelf een studio bouwen? En dankzij corona, moet ik zeggen, dankzij een dikke vette crisis, zit ik hier nu in mijn eigen studio. En kan ik gewoon elke dag opnames maken, zoveel als dat ik wil. En heb ik geen kosten meer aan een studio. Oftewel, door een crisis in mijn geval, waardoor mijn volledige handel wegviel, ben ik gaan nadenken en ben ik gaan pivoten, zoals dat zo hip heet. En ben ik mijn modellen om gaan gooien. Op zo'n manier dat ik eigenlijk hetzelfde ben gaan doen, maar op een hele andere manier. Dat wel werkte. En zo heb ik mijn business overeind kunnen houden. Dus probeer je liefde en je passie voor je oude model is opzij te zetten en probeer eens op een innovatieve manier na te denken van, hey, hoe kan ik nou mijn bedrijfsmodel zodanig aanpassen dat ik misschien wel weer goede handel kan gaan draaien. Ja, en hoe moeilijk ook, en dat is mijn volgende tip, probeer niet het slachtoffer te zijn. Ik hoor het best wel vaak, hè, van ja, de klanten die kopen allemaal maar op internet en ze komen niet meer bij mij in de winkel. En ja, de energiebedrijven zijn zo hoog en dan kan ik niet meer betalen. En ja, iedereen gaat maar freelancen en daardoor heb ik geen werk. Nee, je kan alles naar de buitenwereld gooien, maar je bent niet voor niks ondernemer geworden. En ik vind, als ondernemer moet je het zelf rooien. En als het niet meer gaat, dan ga je in het ergste geval failliet. So be it, dan krabbel je weer overeind en dan ga je weer wat anders doen. Maar slachtofferrol en gaan lopen janken dat de buitenwereld de schuld is, daar schiet je never nooit mee op. Je mag het zo nu en dan eens een keer doen als je in een kut bij bent en je gaat s'avonds eens een keer goed je kop tegen de muur aanslaan en dan scheld je de hele wereld eronder. Maar de volgende dag pas dan de tips toe die ik eerder zei en probeer op een positieve manier en op een vruchtbare manier na te denken van, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik tot een oplossing kom? En blijf niet hangen in de slachtofferrol, want daar los je niets mee op. Ook een fout die ik wel eens om me heen zie bij ondernemers waar het echt slecht mee gaat, dat is te lang doorgaan. Het kan ook zo zijn dat het bedrijf dat je hebt, dat het gewoon moet stoppen. Hoe bikkelhard dat ook klinkt. Ik vind het soms schrijnend om te zien dat mensen, en ze gooien een huis erin en nog een extra hypotheek en eigenlijk tegen beter weten in. Want een bedrijf draait verlies. Het businessmodel werkt niet meer. De wereld om je heen is veranderd. Ik noem het maar even een hele dwarsstraat. Stel, je had een paar jaar geleden een videotheek. Ja, je kon er nog heel veel geld in douwen. Maar Netflix kwam eraan. En inmiddels zijn videotheken, die lezen we nog over in geschiedenisboekjes, maar die bestaan echt niet meer. Nou, als jij in die tijd alsmaar geld erin blijft pompen, ik wil dat die videotheek blijft bestaan, dan is het tegen beter weten in. En zorg ervoor dat je in zoverre op tijd stopt en niet ook nog eens een keer bijvoorbeeld persoonlijk volledig het schip ingaat. Doordat je je huis dik onder water zet met een tweede hypotheek. Of dat je bij familie en vrienden geld gaat lenen wat nooit meer terugbetaald kan worden, omdat het uiteindelijk toch gewoon niet werkte. Dus ben ook mans genoeg, vrouws genoeg, om op het moment dat je echt realiseert en in de spiegel kijkt van, weet je, dit werkt gewoon niet meer, dat je dan het lef hebt en de ballen hebt om de stekker eruit te trekken, voordat je jezelf nog meer ellende op de hals haalt. En voor een klein stukje relativering is het volgende. Ik weet nog dat ik een internetbedrijf had en het ging heel slecht. En we moesten van alle mensen ontslaan. En er hing mijn persoonlijk faillissement boven mijn hoofd. En ik was echt continu aan het stressen. En ik zat op een gegeven moment bij mijn vrouw in de auto. En we hadden drie jonge kinderen. Drie jongens, die zaten achter op de achterbank. En ik liep weer te simmen. En toen zei Claire op een gegeven moment, die zei tegen mij, mijn vrouw, die zei van, joh, als nou alles omflikkert en het gaat allemaal helemaal fout, kun jij dan een baantje vinden of zoiets? Ik zei, ja, jezus, een baantje of zo, dat lukt wel. En toen keek ze me aan en zei ze, nou, ik ook. En toen knikte ze naar achter, naar die achterbank. En zei ze, kijk daar eens. En ik zag drie van die kleine kneuters, die zag ik daar dik lol maken. En toen keek ze me aan en toen zei ze, waar maak je je dan eigenlijk druk om? Oftewel, wat ik in die crisis geleerd heb, is de relativiteit van alles. Ik had een vrouw, heb gelukkig nog steeds. Ik had drie jonge jongens, zijn inmiddels volwassen kerels geworden. Oftewel, ik had alles wat ik maar wilde wensen, wat echt belangrijk was in het leven. En een dak boven mijn hoofd had ik ook nog wel. En een baantje, dat lukt mij ook wel als het moet om een boterham te betalen.
Oftewel, what the fuck maak je je druk om? En nogmaals, dat klinkt allemaal heel mooi, maar als jij met je bedrijf aan het klooien bent en het gaat allemaal slecht en je hebt mensen op de payroll en je moet ontslaan, het gaat allemaal slecht. Ik snap dat het alles overheersend is, maar probeer ze nu en dan te relativeren en stap eruit en kijk wat je hebt als het gaat om dingen die er echt toe doen in het leven. En probeer wat dat betreft je onderneming en je bedrijf en alles wat daar speelt ook een klein beetje te relativeren. Ja, en tot slot, wij ondernemers kunnen nog wel eens trots zijn. En heel lang doorploeteren en zonder dat we dat met mensen delen. En dat is misschien wel mijn belangrijkste tip. En dat is praat erover. Op tijd. Schaam je er niet voor. In Amerika ben je pas succesvol als je een paar keer failliet bent gegaan. Dus wat dat betreft, het is niet erg als het slecht gaat met je onderneming. Maar deel het. Deel het met je netwerk. Deel het met mensen die je misschien wel kunnen helpen. Praat erover en hou het niet voor jezelf. En dat is misschien wel mijn allerbelangrijkste tip. En wie weet, loop je dan wel iemand tegen het lijf, waardoor je, omdat je er zo over praat, die voor jou een oplossing kan aanbieden, waardoor jij na een paar maanden kan zeggen, hey, verhip joh, ik ben door die crisis heen en het gaat me redden en het gaat me lukken en we kunnen weer door met ondernemen. Ja, mocht je nou door deze tips en de dingen die je met je gedeeld hebt geïnspireerd zijn en denken van, hey, hier kan ik wat mee, dat hoop ik van ganse harte, denk er dan ook aan om te abonneren op CVD-TV. Hieronder vind je de knop om dat te doen, want ook hier vind jij superveel verhalen van ondernemers ook die vertellen over tijden dat het niet zo goed ging met het bedrijf en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Dus ik hoop dat ik met deze video, maar ook met alle andere video's op CVD-TV jou kan inspireren en jou kan helpen om uiteindelijk een super succesvolle ondernemer te worden. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken en heb je geluisterd naar de podcast versie hiervan. Dank je wel voor het luisteren. Hoi! We'll be right back.